Er lopen mensen met hondjes. Nou ja, oké. Okay. Doei. Dag. Doei. Hoi. Fijne dag. Wat krijgen we te eten? Forel. Hoi. Ja, hier binnen. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, 19 september. En we leven om 12 uur 58, bijna 1 uur. Ja. Ik heb een rotnacht gehad door die dame die daar nou net gaat liggen, Rijka. Om de havenklap naar buiten willen. Wat ze had, ik weet het niet. Ze deed wel dingen in de tuin, behoeftes. Maar wat voor behoeftes, weet ik niet. Of het nou plassen was of een poepje doen, dat weet ik niet. Maar ik heb het er een aantal keren wel op die manier zo zien zitten. Dus ik denk dat ze wel last van de darmpjes had of wat dan ook. En dat overmaat van ramp kreeg ik ook nog last van mijn maag. Dus ja, toen ook maar. Zij moest toch ook weer naar beneden. Ik heb een paar schepjes suiker ingenomen en medicijnen ingenomen voor mijn maag. En toen is dat weer goed gegaan, maar meestal ben ik niet. En een hoofdpijn, je wilt niet weten erdoor. Maar ja, dat mag de pret niet drukken, want ik moet wel op visite bij mijn broer en mijn schoonzus. Ja, daar gaan we gewoon naartoe. Simpel zat, ik moet er gewoon rond een uur of twee wezen. Dus ik heb nog eventjes en ik ga wel lopen. Ook dat nog, ja. Het is mooi weer, dus dat kan. Simpel. Een beetje liever 5 minuten dan te laat, want dan, hè? Je weet het wel. Ik wil dat lekker lopen doen, lekker rustig aan. Simpel. Kandolf die is gelukkig niet buiten. Hij is vroeg om 5 uur wel naar buiten gegaan. Want toen wordt hij ook niet meer te houden. Maar later vanochtend is hij weer binnengekomen en heb ik kan eten gegeven. Ik denk, die blijft voorlopig binnen. Dus, nou, en Emo die is nou nog even in de kamer. Die gaat straks ook die kant op. Jazeker. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Ik kan helaas natuurlijk niet gaan vloggen. Want ja, wat kom ik tegen? Auto's en fietsen. Ja. Dus ja, en ik ga achterom, dus dat is onder de duinen door, nou dat valt toch niks te beleven. Er lopen mensen met hondjes, nou ja, oké. Okay. Doei. Dag. Doei. Hoi. Fijne dag. Niks te vloggen, nee. Dus oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, we komen elkaar later op de dag weer wel hier op dit frequente tegen. Ik zou zeggen, tot dan, ja toch? Doei, fijne dag hè. Maak er wat van. Ja, wel er wat van maken. Niet gaan zitten te treuren en niet achter je geranium wegduiken. Nee, doe wat met je leven. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Doei. En ja, we zijn weer thuis. En het is 17:32. En ik heb er sneller over gelopen dan ik de vorige keer heb gelopen naar hun. Ja, ja, want ik ben trots op mezelf. Het was een hele gezellige middag. Er kwamen er nog 2 op visite. Een echtpaar en wonder boven wonder is die vrouw lid van mijn 50-plus groep. Ja, de club van de 50-plussers. En mijn broer heeft met haar op de drumband gezeten vroeger. Ik kon haar dus een heel klein beetje van vroeger. Niet heel goed, want mijn broer ging meer met haar om dan dat ik met haar omging. Ja, omdat ze op de drumband zaten. Dus ja, hartstikke leuk, gezellig. Ja, dat zover ik weet zitten hun er nou nog. Maar ik ben er weer thuis en ik ben back af. Ik heb pijn in mijn rug ervan, want er stond een aardige wind waar ik tegenheen moest. Wat ben je aan het doen, Rijka? Hallo? Hoi? Kiekeboe? Kiekeboe? En Ewen zit op mijn schoot. Hé, Ewen?
En er is er eentje die wil weer naar binnen. Terwijl ik hem net naar buiten heb gelaten. Oh, mauw. Ja, jullie krijgen zo meteen eten, hè. Wauw. Nou, komt u maar. Kom dan. Vrouwtje is bezig met jullie bakjes af te wassen. Ja, moet ook gebeuren, of niet dan? Mijn haar, nou ja, ik weet niet. Nou, dan komt hij stiekem binnen. Ja, mauw. Mauw. Kom dan. Kom dan. Gaat je zakje pakken. Vrouwtje zakje pakken. Wat krijgen we te eten? Forel. Oi. Ja, hij is binnen. Dan kan de raam gelijk weer dicht. Huh? Zo. Ja. Hé, kerel. Ja, man. Vrouwtje moet even verder nog afdrogen. En zo kastje dicht. En dan ga ik even verder afdrogen. Het pillenbakje van Erin. Even droog maken. Het stampertje. Ja. Het lepeltje. Ja. Oh ja. Is het zo? Ik weet het niet hoor. Oh, nou het zal kan wel, ik weet het echt niet. Zo. Nou, dan kan het als een bakje. Nou ja, die krijgt van alles en nog wat. En Eeuwen die krijgt ook momenteel tegenwoordig in een grotere kom, omdat ze, ja, die kip, hè. Krijgt ze. Ja, er komt nog wel wat anders doorheen hoor. Het is avondeten, dus ja. Maar mocht ze overhouden, dan zet ik die er zo eroverheen in de koelkast. Ja, makkelijk. Zat. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. Ga ik ook eventjes doen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ja? Plaatjes heb ik al klaar, ik heb gisteren 3 gemaakt, dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Maar ik moet wel nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, we zullen zien hoe ver we komen. En ik kom straks nog even weer een keer door. Hoop ik. Kan het nou nat zijn? Ik heb niet gemorst. En toch is het nat, mijn jurk. Nou ja, ik weet het niet. Misschien heb ik ook wel gemorst, ik weet het niet. Water. Nou ja, het zal. Mijn broek is niet nat. Mijn stoel is niet nat. Nou, een wonder is geschied. Ik zou zeggen, geniet ze en tot straks. Doei!